Once you change your philosophy, you change your thought pattern. Once you change your thought pattern, you change your attitude. Once you change your attitude, it changes your behavior pattern. And then you go on into some action. Assalamu alaikum, broeders en zusters, ieder. Welkom bij de eerste podcast. Ik ben Dean en daar is Dunia. Klopt, dat is ook zijn valstrik. Dat is ook zijn valstrik. Nee. Ik kwam met een naam en toen zei hij, ik ben Dean. Er was er maar één naam over en dat was Dunia. En nu weet ik ook hoe jij over mij denkt in ieder geval, maar goed. Torrent. Torrent. Ik ben van de Napster generation, snap Napster. Je? Oh, Napster is oud, broer. Heel oud. Jij bent oud, broer. Ik ben oud. Oud. Daarom heb ik die Adidas jack aangedaan om een beetje te camoufleren. Retro, dat is retro effect. Een beetje vals te spelen, snap je? We zijn natuurlijk met het project van het kinderthuis, Suriname. Ja. Ja. Daarnaast wil ik in 2020 misschien ook een kinderthuis of weeshuis opzetten in Pakistan. Ja, oké. Zitten we ook aan te denken, maar tegelijkertijd zitten we ook aan te denken van ja, projecten van binnen Nederland zijn ook altijd welkom. Oké. Om te kijken wat we binnen Nederland kunnen doen. Want hier in onze eigen gemeenschap is ook genoeg armoede. In Nederland? In Nederland. Ja? Dan zijn geboren getogen in Nederland. We praten niet over vluchtelingen. Nee, broer. We praten over Nederland. We praten over kinderen die niet naar school komen met brood. Oké. We praten over Nederland. Poeh. Ja, dat hakt er bij mij ook even in. Ik dacht ook bij mezelf van, subhanallah. Mijn broer, social media heeft ons helemaal kapot gemaakt. Oké. Dat vind ik. Oké. Ja, maar deze podcast wordt wel uitgezonden, je kan het gebruiken voor goed. Ik was nog niet uitgepraat, ja, okay, hè? Laat me uitpraten, Bilal. Is goed. Je kan het gebruiken voor goed. Ja. Maar als je kijkt naar de meeste gezinnen, wat waar het naartoe is gegaan, is gewoon, het is gewoon naar de afgrond gegaan. Ja. Mensen zitten eigenlijk op Facebook en op social media gewoon op zich, zeg maar. Hun leven zorgt te verbloemen dat het gewoon bijna eng is. Wat nog meer? Wat willen wij nog meer bereiken met de podcast? Waar we zijn wij willen dat broeders stoppen met skinny jeans dragen. Dat willen wij ook. Ik ben het zat, broeder Ibelaat. Wat is dit, mijn broer? Elke keer als ik in een moskee binnenkom, broer, dan zit er een of andere broeder op de eerste rij met skinny jeans aan. Hoe kan dat, broer? Vertel me dat. Ik weet niet. In mijn tijd was het gewoon gay, mag ik het zeggen? Broer. Hebben wij een islamitische filter op de woorden die we hier kunnen gebruiken? Niemand is hier met skinny jeans, toch? Of wel? Nee. We hebben geen skinny jeans, broeders, toch? Ik ben baggies gewend, snap je? Maar, broer, ja. Relaxed fit. Je hebt loose fit. Je hebt regular fit. Maar waarom pak ik die skinny jeans, broer? Je hebt... Ik had een vraag over Hesam. Ben je ooit wel eens iemand tegengekomen waarvan je zei van die is zo gek als de deur, die ga ik niet bemiddelen? Het is gewoon een vraag. Oké. Nou, ik ga heel veel fans verliezen. Mensen gaan zich uitschrijven. Dus een goede huwelijk, een gezonde huwelijk is echt een gunst. En het is belangrijk. En heel veel, en dit is ook een advies wat ik aan anderen ook wil gaan meegeven. In een huwelijk moet je niet per se de verliefdheid of de super overmatige liefde gaan opzoeken. Ja. Als jij wederzijds respect hebt in een huwelijk, is voldoende. Klopt. Heel veel mensen willen gewoon de geluk van anderen imiteren. Nee, als jij gewoon een degelijk sterke huwelijk hebt, alhamdulillah. Want als je telkens wil streven naar meer, meer, meer geluk, kun je teleurgesteld raken. Kun je teleurgesteld raken. Snap je? Ja, sommigen, heel veel. Als een vrouw, ik zeg het eerlijk, verliefd zijn op een vrouw is shirk. Nee, broeder. Deze man. Nee, want eerlijk, jij kunt zo... Of praten we nu veel te landen, nee. Nu gekke dingen zijn. Nu ga je...